Ik wil graag Nico Christiaansen en Jolanda Govarde hier naar voren vragen om uiteindelijk officiële handeling te doen als jullie aan de eerste kant willen gaan staan en voorzichtig het kleed naar beneden willen laten vallen. Hier zijn we een jaar geleden mee begonnen. Nederland ophelden. In de toekomst is het zo bij het Nationaal Popmuseum. Gaan we daar mee door. Wij vinden dat we deze weg in hier geslagen hebben en een goede statement zetten naar onze Nederpophelden. Ik geef graag het woord aan Jolanda. Ik heb wat op papier gezet, maar dat is puur voor een geheugensteuntje. Er zijn een paar kleine dingen die ik wil zeggen. Ik hou het kort, zeker na al die toespraken die we vandaag hebben gehouden. Vlak voor John's dood heeft hij tegen mij gezegd. Alles wat met muziek te maken heeft, wat ik verzameld heb door de jaren heen, dat gaat naar jou. Nou, daar zat ik dus met duizenden LP's, een hoop CD's, een heleboel werk wat in studio's was opgenomen, foto's, maar ook al zijn mondharmonica's. En wat doe je daarmee? Als je gitarist bent, dan komen er mooie gitaren hier te liggen. Als je drummer bent of je bent geluidstechnicus geweest, dan is dat heel groot en tastbaar. En John bewaarde echt iedere mondharmonica. Hij sleutelde eraan, hij stemde ze, hij kocht nieuwe. En dan zat ik met zo'n 160, 170 van die dingen. Ik heb er een paar weggegeven uiteraard aan een aantal mensen die John heel naast stonden. En toen heb ik Nico gevraagd, afzonderlijk van Aad van Pijlen, en wij zeiden ze, daar moet een kunstwerk van gemaakt worden. Degenen die John goed gekend hebben, en die hebben vaak gezien hebben tijdens optredens, die kunnen zich vast wel herinneren dat John een kleine man was, niet alleen van stuk, maar hij was ook bescheiden. Maar zodra hij op dat mondharmonicaatje ging blazen, dan kwam daar heel veel geluid uit. Timing was een van zijn grote talenten en hij was zeer melodieus. Hij wist werkelijk die hele mondharmonica te gebruiken. Wij hebben gemeend om een kunstwerk te laten maken die tegenovergesteld van John was. John stond het liefst ergens achter. Ik kan herinneren me nog een optreden ergens waar pilaren op het podium stonden en daar ging hij het liefst achter staan. Dat hij maar niet opvalt. Nico die ving dat wel op, want wie was de frontman? Ik denk dat we iets heel moois hebben laten maken. Ik wil in ieder geval Ed Vlier bedanken. Ed Vlier is de kunstenaar geweest die zich hierover gebogen heeft. Ik wil alle muzikanten sowieso bedanken, want John had nou eenmaal een muziekinstrument wat wel op de achtergrond een beetje stond en alleen in solo's naar voren kwam. Maar zonder een drummer, een bassist, zonder Nico, zonder een gitarist, zonder al die mensen, had het nooit zo mooi geworden. Dus die wil ik ook heel erg bedanken. En dan gaan we nu maar over, Nico, tot het onthullen van het kunstwerk.